aankondiging dat het is uitverkocht. De laatste stoeltjes worden gevuld. En dan gaan ook de mensen hier op de tribune zien dat Jordi Klaas hier niet voorop loopt. Maar Dani de Wit, hij draagt de aanvoerdersband. En het basisdebuut voor de nummer 44 van Alkmaar Zaanstreek. Dave Kwakman na twee invalbeurten. Dit seizoen nu dus vanaf de start. Vanwege de liesblessure opgelopen in de warming-up door aanvoerder Klaasie. Die valt er overheen. En Min wil hem wel terug hebben. Min kan gaan schieten en Min scoort. RKC op voorsprong in Alkmaar. In de derde minuut. Hoe is het toch mogelijk dat bij AZ na twee wedstrijden met vijf tegendoelpunten het hier ook alweer in de derde minuut misgaat? Als Suntjens de bal heeft, hem richting die 16 schept. Goes er onderdoor springt en het daarna ook niet meer kan herstellen. Bazour bij Niemeyer doet ook te weinig. 1 op 1 met Ryan faalt Min niet. Sugawara. Dantas, Kwakman. Urquesa voorbij en die bal blijft daar nog hangen. En tegen de paal, Pavlidis. Reageert daar als een spits, maar scoort niet als een spits. Dat scheelt millimeters. Maar de Woye doet voldoende. Sugawara. Er tussendoor en Mijnans, die dan denkt te kunnen afronden. Het gebeurt niet en Vaase mag daarvoor bij RKC bedankt worden. Mijnans, geen buitenspel, kan daar verder. Lutonda en Okili hebben de weg naar voren al gevonden. En nu heeft hij de bal niet klemvast en gaat hij er ook niet in. En wordt hij beschermd door de scheidsrechter. Die vond dus blijkbaar dat Vaase daar de bal al vast had. De Wit kan erom lachen. Maar penibel was de situatie wel even voor de keeper. Kwakman. Met wat hulp van Pavlidis in balbezit gebleven. Mijnans en die bal schiet door. Pavlidis, ah, zonder geluk vaart niemand wel. Pavlidis is voorbij Vaase, maar heeft de bal nog niet in het net liggen. En nu ook nog niet. Van den Buis trapt hem wel vooral omhoog. Wat paniek, maar de paniek verstomt als de vlag omhoog gaat voor buitenspel. Weer een moment overleefd. Dat is even diep zuchten. Dit zou wel het moment zijn geweest waarvoor die vlag omhoog gaat. Tot moment van geven staat Pavlidis dus buitenspel. Van Bommel, Müller-Wolfen, dat is goed gedaan, Pavlidis. Het is niet dat AZ geen kansen krijgt. Kwakman dan nog. Er is zeker geen sprake van een stormloop. Richting de goal van Vaase en een stortvloed aan kansen. Pavlidis heeft wel de meeste pogingen gewaagd. Dantas, lekker paasje. Kwakman meteen met de voorzet. En wie schiet dan? Voorlopig nog niemand. Mijnans zou het kunnen doen. Mijnans. Bazour. De Wit ingespeeld. Het is moeilijk. Er doorheen komen. Dit kan RKC wel. En als Sugawara dan deze bal aflevert, is het doel leeg. Ryan eroverheen en raak voor David Min. Ongelooflijk. Geweldig knap gedaan natuurlijk door David Min. Na die knoepert van een fout van Sugawara. Ryan natuurlijk coachend ver voor zijn goal. Min die kijkt 1 milliseconde en ziet het. En dan kan de keeper van AZ alleen maar toekijken. Knap David Min. Daar is de aanvoerder die er maar al te graag bij zou zijn geweest. Maar door de liesblessure opgelopen in de warming-up moet toekijken. Suntjens. Niemeyer. Van afstand en dan, ja, dat zou er ook nog wel bij kunnen. Van Bommel. Pavlidis. Tot twee keer toe. Dave Kwakman
Een uur lang heeft hij gespeeld in zijn basisdebuutwedstrijd voor AZ. En hij heeft dat gedaan zonder één bal in te leveren. Meinans. Dani de Wit. Pavlidis. Sugawara, Soe! Nou, dat mag je wel een goedmaker noemen voor het inleveren van die bal bij de 0-2. Kon deze even uit de lucht vallen, zeg. RKC leek alles makkelijk onder controle te hebben. Vond het wel prima dat AZ de bal had, omdat er bij AZ zoveel misging. Wat een knal van Yuki Sugawara. Van Brederode. Sadiq, ruimte om uit te halen. Sadiq, zo zeg. Het zijn wel de kanonskogels die het doen vandaag voor AZ in Alkmaar. Een wedstrijd die niet open te breken leek, is toch gelijk getrokken. Sugawara en Sadiq. En voor hem, de Ghanees, is het zijn eerste. AZ 2, RKC 2. Het blijft spannend. Het is spannend. En RKC zal nu tekenen voor een punt. AZ ruikt bloed. Pavlidis. En daar de volgende. Maar nu een antwoord van Vaassen. Nog een kanonskogel van Dantas. En die wordt aangeraakt. Pavlidis. Claimt hem. Een echte spits maakt een echte spitse goal. Vangelis Pavlidis dompelt RKC in rouw. Na driekwart wedstrijd kwam de overwinning dichter en dichterbij. Dik 10 minuten later hangt het 3-2 van AZ. Er is nog tijd. Er is nog een mogelijkheid. Maar dit zal dan toch wel de laatste zijn. Kramer vergeet de bal. Vanaf eigen helft lijkt Pavlidis daar te starten. Dan mag dit dus door. Sadiq meldt zich. Wat doet Pavlidis? Ah, die koos wel voor Sadiq. De wedstrijd zit erop. Een wedstrijd die verloren leek na een uur spelen. Want wat was AZ slecht. En nu een zucht van opluchting. Hier moet Fraser, hier moet RKC echt even van bij gaan komen.